Oké, dit gaat een hele korte vlog worden vanwege de overnachting in een hotel met de Thai Girl. Maar dat vergeven jullie me vast wel. Ik ben me vergeten in te smeren, dus ik moet oppassen voor de zon. En voor die dingen moet je altijd oppassen. Er zijn hier zoveel etenstentjes, ik moet nog zoveel uitproberen. Waarom ga ik daar eigenlijk nooit een keer wat eten? Oh, thank you. That's kind. Thank you. Is there? Coffee. Okay, I can buy it there. Okay, thank you. 12 baht. 12 baht. Bangkok is eigenlijk een soort GTA-stad, vind ik. Ik speel nu GTA. Poppers die je dan aanspreken en vrouwen die allemaal roepen Thai massage. Allemaal dat soort gekke types. Ik vind het heerlijk. Ik ben nou een sprint aan het trekken. Ik ben vandaag dus de vlog aan het opnemen en de vlog aan het editen. Oh, that looks good. I want mango. Didi voelt zich niet heel lekker, dus ik ga vanavond gewoon even bij haar langs. Even als een soort van zieke bezoek, ook voor de gezelligheid. Hoe die ziet eruit als snelle motor. Dat was de spannendste bike rit tot nu toe. Thank you. You want to do something? You want something spicy? Not too spicy. Ze zijn hier Jules de Boer aan het spelen, dat doen ze hier ook. Ik ga nu lekker een wandelingetje maken in het park. Zij wijst de weg en ik volg. Normaal ben ik altijd in het park aan de overkant, daar zo, en dan maak ik een timelapse van die brug. Ik durfde hem niet heel lang te filmen, en direct pakt hij mij. Wait, is dit jouw workout? Kijk, ik zie hier allemaal mensen rondjes rennen. Ja, een beetje laag tempo. En ik ben met Didi een wandeling aan het maken. En ineens begint ze te rennen, zonder iets te zeggen. Dus ik denk, ja, wat is zij nou? Wil ze een rondje rennen? Prima, maar zeg het even. Dus ik achter haar rennen, ik zit met mijn camera spullen, allemaal begint bijna te vallen. Ja, ik ben natuurlijk veel sneller, dus uiteindelijk kom ik bij haar aan. Ik zeg, what you doing? Yeah, I'm just running. Zeg het dan even. Dan zit ik gewoon naast iemand te lopen. Ze doen een gesprek en ineens rennen ze weg. Zo raar. Rare dingen kom ik hier af en toe tegen. Kijk, die wandelen en die wandelen, een beetje snel wandelen, rek- en strekoefeningen. Ik ben toch blij dat ik lid ben van de sportschool. Ik weet gewoon, ik moet 10 kilometer op de lopende band rennen. Als ik hier zo'n rondje in het park ga lopen met deze hitte, dan denk ik dat ik een goede workout heb gedaan. Maar stiekem heb je dan maar 6 kilometer gelopen. Op de lopende band weet ik gewoon zeker 10 kilometer. Daar hou ik me aan vast. Ik kan niet smokkelen. Ik heb het gevoel dat deze mensen allemaal heel veel smokkelen. You need a workout too? Ik had niet de goede gefilmd.